Ja, je doet iets goeds. Je brengt iets positiefs in je eigen dorpje. Dus dat is altijd wel fijn. Dat is altijd wel leuk. Kindervakantieweek, de kermis en veel vakanties gaan dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Maar Renewed, ODC, B-Town, Buurtsport en Platform Celissen hebben de handen ineengeslagen en bieden de jeugd tot 14 augustus diverse activiteiten op het ODC-veld aan. Hoe is dit evenement eigenlijk tot stand gekomen? Nou, het was een vraag vanuit jongerencentrum B-Town. Die heeft jaren geleden hebben ze een keer een samenwerking gehad met ODC om dus een beetje de overlast op straat te beperken. En dan konden ze dus in ieder geval de jongeren een plek bieden waar ze dus lekker konden ballen. Dat heeft Bas Hermans van jongerencentrum B-Town weer opgepakt dit jaar. En die heeft toen aan ons gevraagd van, willen jullie meedenken, willen jullie meehelpen om dit in ieder geval te realiseren? En zo zijn we eigenlijk samen om de tafel gaan zitten. In deze bizarre toestand eigenlijk zou je toch wel een tandje extra moeten zetten. Of in ieder geval een stapje extra moeten zetten voor de jeugd. Zodat ze dus toch wat hebben. Ook Jan Pennings van Platform Celissen is dol enthousiast. Het mede organiseren met jongerenwerk in verband met coronatijd, dat voor activiteit voor jongeren zijn. Omdat we een tijdje terug gehoord hebben dat er mocht er verder niks mee te doen was, hebben wij dit opgenomen aan jongerenwerk gevraagd. Denk met ons mee en ga samen met André daarbij horen iets organiseren. Uiteraard steunt de gemeente Bokstol dit prachtige initiatief. Net als in zo'n vakantieperiode met coronatijd is het best lastig geweest voor jongeren om elkaar te ontmoeten. Dus hebben we met elkaar gekeken van wat kun je nou organiseren voor jongeren waar ze weer elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar bezig zijn. Juist in zo'n vakantieperiode is het belangrijk. Wat er allemaal wordt gedaan, nou van maandag, woensdag en vrijdag tussen 1 en 5 kunnen jongeren tot 18 jaar vrij voetballen hier. Daarnaast worden er wel op de woensdag wat sportactiviteiten, spelactiviteiten georganiseerd in samenwerking met Buurtsport. En op de vrijdag gaan we eigenlijk kijken met de jongeren van goh, wat voor soort type toernooitje kunnen we eigenlijk opzetten. Zodat ze dus ook iets in wedstrijdverband doen, zeg maar. Isis uit Bokstol geniet met volle teugen van sport en spel op het ODC-terrein. Nadat je kan voetballen, want ik vind het heel leuk om te voetballen en dat je zo actief bezig kan zijn. Is dit dan wel geoorloofd nu dat het corona is? Ja, we hebben de richtlijnen van de gemeente vanuit het controleletter gemaakt moest worden van RIVM. Wij mogen van tot 18 jaar de jongeren met elkaar spelen. De leiders moeten een beetje uit de buurt bij. En we hebben een heel waslijst gekregen. Dat staat allemaal op 1,5 meter voor ons, zoals wij als volwassenen zijn. Maar de jeugd mag met elkaar de strijd aangaan. Buurtsport Bokstol organiseert en begeleidt alle spelletjes. Onze rol is meer het, zeg maar het spelletjes uitzetten, verzorgen. Daar kan je bij denken bij het 1-op-1 voetbal, het bubbelvoetbal, crossbar challenge, een pannaveldje. Verschillende spelletjes. Wij voeren ze uit. Wij leggen ze uit aan de kinderen, wij doen ook lekker mee. Dus wij verzorgen eigenlijk gewoon het sportgedeelte, het spelletjesgedeelte. Ik bedoel, iedereen is vrolijk, leuk sfeertje. Je ziet dat de kinderen vrolijk zijn. En nou helemaal met corona, dat er veel niet op vakantie gaan. Toch een leuke invulling voor de jongeren hier in Bokstol. En je ziet daar heel gauw terug dat ze blij zijn. Ze koppelen het ook terug dat ze blij zijn dat we er zijn. Dus positieve sfeer en dat is altijd wel leuk om rond te hangen. Ja, ik woon zelf in Bokstol, dus ik ken al die kinderen. Dus het is voor mij, je doet iets goeds. Je brengt iets positiefs in je eigen dorpje. Dus dat is altijd wel fijn, dat is altijd wel leuk. Waar ben jij heel goed in? Wanneer is het voor jullie geslaagd? Nu. Nu, het is echt geslaagd. Nu is het wat minder druk. Maar de afgelopen week waren er 30, 40 jongeren bij die activiteiten. Dan is het geslaagd als die jongeren met elkaar leuk bezig zijn. En dat ze met een plezier teruggaan naar huis en niet de hele dag alleen zijn. Ook meedoen? Dat kan. In verband met corona moet je je wel even aanmelden.